bounds. En dan allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Michael en ik had net een opname opgenomen en mijn microfoon stond niet goed, dus ik moet me echt balen nu. Dus dit gaat niet zo'n lange aflevering worden, want ja, het is een lang verhaal. Ik heb net een heel lang verhaal verteld over GTA 5, over een minibike en over PD2. Dus waar ik als eerste over ga beginnen, GTA 5. Op het moment dat ik dit opneem, of tenminste het moment dat ik dit opneem is de dag van tevoren, want op dit moment ben ik lekker GTA 5 aan het spelen. Kan ik jullie vast nu al vertellen. GTA 5 wordt een nieuwe serie op mijn kanaal die ik ga let's playen. En natuurlijk gaan we proberen zoveel mogelijk GTA 5 te spelen en hem natuurlijk proberen uit te spelen. Wat gaan we uitspelen? GTA 5. Ik kan zeggen GTA 5 gezegd, voor mij nog niet. Dus we gaan GTA 5 let's playen. Daarnaast heb ik ook lekker PD2 gespeeld vandaag. Ik vind het best wel een chille game, ik raad het je zeker aan om te kopen. En ja, dan heb ik het over een minibike gehad. Er staat inderdaad een linkje nu momenteel in de beschrijving. En misschien zelf toch in het beeld als ik het niet vergeet. Ik denk dat ik het toch wel vergeet. En daarin staat een minibike van een vriend van mij te kopen. Ik weet niet precies hoeveel die voor vragen, want ik hoef hem natuurlijk niet te kopen. Maar jullie als kijkers kunnen hem natuurlijk wel kopen om mij lekker te steunen. Want ik vind het natuurlijk leuk als mijn vriend dat ding verkoopt. Zodra die verkocht is, tenminste zodra je hem gereserveerd hebt... Dan neem ik contact op met die vriend en dan ben ik erbij. Dus jullie kunnen dan mij eigenlijk een soort van meeten. Voor mij verkoopt hij hem voor 50 euro als ik het niet verkeerd heb. Dus heb je altijd al een minibike willen hebben, nou, dat kan je nu kopen, link staat in de beschrijving. En zelfs met een meeting met mij, ik denk dat niemand een meeting met mij boeit. Maar oké, je zou het kunnen doen. We wonen ongeveer in Nieuwkoop, in de buurt daarvan, dus dat, of tenminste, wat moet ik zeggen, in de buurt van Alphen aan de Rijn. Nieuwkoop is totaal niet dichtbij eigenlijk. Maar in de buurt van Alphen aan de Rijn. Dus dan kunnen jullie ongeveer rekening met houden met hoe ver je ongeveer moet reizen. Dat is in Noord-Holland, als ik het goed heb. Noord-Holland. Zuid-Holland. Zuid-Holland, in de buurt van Utrecht, Amsterdam, daar ook ongeveer. Dus ja, wil je hem kopen, dan kan dat. Mij help je ermee, mijn vriend help je ermee, want die is dan ook van dat rotding af. Geld, dat interesseert hem niet zo heel veel. Het is meer dat dat ding uit de schuur is, want hij heeft tegenwoordig zijn scooterbewijs. En ja, als je daarmee wordt gepakt en je hebt scooterbewijs, ben je scooterbewijs geloof ik kwijt. Dat is een nieuwe regel. Dus ja, daarom gebruikt hij denk ik niet meer. Hij is wel gewoon nog in goede staat. Niet dat jullie denken van hij verkoopt me allemaal troep, dat is zeker niet waar. Tenminste, volgens mij niet. Ik heb wel eens wat over gehoord, maar voor mij is het niet verder rest dat die van, oh fuck, dat is echt kut ding. Dat niet. Dus ja, wil jij dat winnen, zeg maar een soort van winnen, dat is het niet. Het is niet dat ik hem gratis aan jullie gegeven en dat ik 50 euro betaal. Nee, dat zeker niet. Maar het is wel dat ik zeg maar, dat jullie een meeting met mij kunnen krijgen. Holy shit, hoef je niet helemaal naar de Dutch YouTube Gathering. Dutch YouTube Gathering kaartjes zijn trouwens ook nog maar net bereikbaar. Voor mij is het namelijk ook binnenkort al uitverkocht. Dus wil jij maar meet op de Dutch YouTube Gathering, want ik ben er 100% zeker. Dan moet je nu je kaartjes kopen, anders dan heb je je kaartjes niet meer straks. En dat zou best wel balen zijn. Best wel heel erg een beetje balen. Ja. Want het kan nog, dus waarom zou je het niet doen, toch? Dutch YouTube Gathering is gewoon fucking nice. Je hoeft natuurlijk niet alleen mij te meeten, maar je hebt ook zat andere YouTubers om daar te meeten. Wie bedoel ik dan? Ja, natuurlijk de grotere YouTubers zoals dus David en zo. Ik wou eigenlijk zeggen Enzo. Maar niet Enzo Knol, maar gewoon Enzo. Maar ook Enzo Knol natuurlijk. Wie hebben er meer? Lars van Haco Games. Nou, dan heb je er wat kleinere. Zoals, nou, wat is wat nu klein? Tom Schepen, die is er geloof ik. Matthias niet, want die durft niet te komen. Want hij wil zijn feest niet laten zien. Hij wil gewoon privacy hebben. Aan de ene kant had ik ook mijn feest nog niet laten zien. Want het had best wel vet geweest. Ja, het had best wel vet geweest. Want ik gewoon, als ik een beetje meer abonnees heb, dan zeggen ze van, ah, wanneer krijg je nou een verkeerd facecam in beeld? Blablabla. Op een gegeven moment zet je in de titel met facecam. En dan gaat iedereen kijken en dan heb je uiteindelijk niet met facecam. Ah, en dan denk ik, fuck jullie. Hey. Nee hoor. Ik doe gewoon facecam. Wat maakt het eigenlijk uit? Ik vind het eigenlijk op zich, vind ik het zelf niks goed toevoegen aan de gameplay zelf. Want je speelt natuurlijk gewoon de game en niet je facecam.
Dus ja, waarom eigenlijk facecam? Goeie vraag. Ik heb er een. Ik heb er vroeger ooit eentje gekocht. Ik weet nog precies wanneer. Ik was naar een tentoonstelling of zo. En toen ging ik daarna met een vriend van mij ging naar de Mediamarkt. En heb ik gewoon zo'n ding gekocht. Zo duur kost deze facecam niet, geloof ik. Maar het maakt toch niet uit hoe duur het kost. Daar gaan we nu niet over praten. Maar een GTA 5 heb ik dus gekocht voor op de PC. Niet via Steam. Dus ik ben benieuwd of ik hem überhaupt wel morgen binnenkrijg. Ik neem me aan van wel. En ja, dan ga ik die lekker spelen. Wil jij natuurlijk in de crew? Dat kan. Ik ga binnenkort de crew aanmaken. Dan kan je gezellig met ons meespelen. Met Pieter en mij. En misschien gaan er nog wel meer vrienden van mij het kopen. Ik ben bang van wel. Eigenlijk ben ik niet bang. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En ik vind dat ook natuurlijk hartstikke leuk. Ik hoef er niet bang voor te zijn. Als ik bang zou zijn als iemand een game koopt, dan gaat het niet zo goed. Want er kopen wel meerdere mensen een game. Oh ja, dat is dus, ja. Ja, lang verhaal kort. Misschien niet alleen met mij, maar ook gewoon met een paar andere gasten. Zoals Rick, die wil het ook kopen. En wie nog meer. Alleen momenteel vinden de meeste mensen het toch te duur. Of zijn bang dat hun PC het niet aankan. En dat met de PC in de aankant, dat stem ik bij mee in, want dat weet ik zelf ook nog niet. Ik weet dat ik op PC, het kan wel aan, maar ik weet niet of recording er ook bij kan. Want het mooie is, ik heb net al een update gedownload van, hoe heet dat ook alweer, Nvidia, van GTA 5 komt binnenkort uit. Download nu vast de update. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik best wel grappig, dat ze dat nu al doen. Zeg maar. De game is nog niet eens uit en... Ik krijg nu al zeg maar een update. What the fuck. Maar ja, hun hebben de game al wel. En de shops hebben zelfs de games al. De shops hebben zelfs de games al in hun bezit. Oh mijn god, het zou ook toch liefst nu Weekamp willen zijn waar ik het besteld heb. Weekamp kostte die voor mij goedkoper dan op Steam. Want Steam kost best wel duur. En ik heb zelfs ook in-game geld gekregen. Dus dat is ook wel chill. En vooral bij multiplayer... heb je echt veel geld nodig. En Pieter die heeft hem niet gepre-orderd. Ik vind dat echt niet zo slim van hem. Hij zegt, ja, ik wil alles legit. Maar jongens, geloof me. Als jij GTA 5 hebt, dan denk je op een gegeven moment, fuck, waarom heb ik niet zoveel geld? Want alles kost duur. Het is echt, alles kost duur. Moet ik eerlijk zeggen, als je een heist doet, dat je wel vreselijk veel geld hebt. En gewoon overpowered veel geld. Een heist is ook niet het makkelijkste, zeg maar. Nee, een heist is echt niet makkelijk. En het meeste problemen waar mijn vrienden met tegenop zitten is dat ze de PC het niet aan kan. Ze willen het allemaal wel kopen, want dat die ja, tot nu toe kost die geloof ik €60 via Steam. Ik heb hem via 50 gekocht. Meeste mensen zitten er niet over in om te kopen, maar meer dat hun PC het niet aan kan. Want het is gewoon een high-tech game en niet, ja, bijna geen één PC kan dat aan. Ja, en moet je echt wel een goede hebben. Natuurlijk ga ik ook sparen voor meer upgrades voor mijn PC, zodat ik dat ook... makkelijk kan runnen en tegenwoordig worden de PC's natuurlijk steeds beter. We moeten steeds meer dingen hebben. En ja, ik zit 100% vol. Nice. Natuurlijk moet ik... Ik kom even niet uit mijn woorden. Ik ga het als eerst ga ik me... ik heb een heel lijstje gemaakt wat ik allemaal eerst wil kopen. Het eerste wat ik wil kopen is een nieuw statief voor mijn camera. Een schouderstatief om precies te zijn. Daarna een nieuwe lamp voor mijn nieuw kanaal voor 1000 abonnees. Het kanaal bestaat al, dus je kan abonneren. Moet jullie even uitvullen welke van de 3 kanalen die ertussen staan. Of 2 geloof ik. Ik weet niet precies. In ieder geval dat is één ding. Dat ik een nieuw kanaal ga beginnen. Heb ik ook alvast verklapt. En dat ik daarvan een nieuwe apparatuur ga kopen. Zodra, ja, ik weet nog niet precies of ik dat überhaupt wel wil kopen. Want een statief is natuurlijk wel een grote stap. Kost best veel. Die statief kost om precies te zijn €300. Maar het geld maakt niet zo heel veel uit. YouTube money's, je weet zelf. En zodra ik dat heb gekocht, dan wil ik misschien later nog een SSD. Of een nieuwe RAM-geheugen kopen. Zodra ik een RAM-geheugen heb gekocht, dan wil ik nog een nieuwe videokaart. Zodra ik een videokaart heb gekocht. En dan ga ik upgraden met een nieuwe processor en moederbord. Bam. Gezegd wat ik wil zeggen. En pam, we hebben bijna de lening afbetaald. Echt bijna. Ik had de hele aflevering net fucking erg gevuld. En dan kom ik erachter dat mijn microfoon te hard stond. Fuck. En dat die instelling verandert telkens als je met iemand op Skype zit. Want anders moeten ze de hele headset heel keihard opzetten. En pam, we hebben de lening afbetaald.
Dus ja, ik ga het niet zo heel veel langer houden. Dus kijk eens bedankt voor kijken naar deze aflevering. Vergeet niet groen duimpje omhoog doen. Even te abonneren en geniet van de volgende video's op mijn kanaal. Of die nog online moeten komen of die straks online komen. Zoals GTA 5 natuurlijk. Ik weet niet of die meteen vandaag online komt. Ik denk pas volgende week. In ieder geval, vergeet niet groen duimpje omhoog doen. Even te abonneren en check jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer en later. Bounce.